laten we beginnen bij de basiscursus fotografie. Je ziet het al, fotografie is een hartstikke leuke hobby. En er zijn mensen die kopen een nieuwe camera en ze weten bij God niet hoe dat ding werkt. Daar ga ik je mee helpen. Maar het is wel belangrijk dat je eerst even een klein beetje geschiedenis moet weten. Wat is fotografie? Fotografie is eigenlijk afgeleid van het Griekse woord foto's en grafijn. Hartstikke mooi, vergeet het maar. Wij gaan gewoon lekker fotograferen. In 1826 deed meneer Nipse dat al op een stuk bitume en de belichtingstijd had hij nodig van 8 uur. Nou, dat is een heel eind. Tegenwoordig gaat het een stuk sneller. Even een klein rondje langs alle camera's die er tegenwoordig zijn. Je hebt tegenwoordig de compacte camera, de semi-reflex en de spiegelreflex. Daar gaan wij het ook wel over hebben. Dat is daar ben ik nou ook mee aan het filmen. En de live view, dat is dus echt die. Je ziet het al, het schemaatje, hoe het werkt. De compact kijk je eigenlijk door de zoeker heen en je kijkt niet door de lens. Bij de die rechtsboven zit, de compact semi-reflex, kijk je eigenlijk op een heel klein tv'tje, een LCD-schermpje. En bij spiegelreflex kijk je dus echt door de lens en dat kun je echt zien wat er eigenlijk gebeurt. Bij live view kun je door de lens heen kijken, door de viewer, maar je kunt ook achter het schermpje gebruiken. Je ziet het al dat de spiegelreflexcamera's en de spiegelloze camera's, die hebben we tegenwoordig ook, die zijn een stuk groter dan de compacte camera's. Hier zie je de verschillen eigenlijk al. DSLR, dat staat eigenlijk voor digitaal single lens reflex. Wij noemen het gewoon een spiegelreflex. En je hebt ze ook met een compacte camera. Daar zit de spiegel niet in. Ze zijn ook een stuk kleiner gebouwd. Dat is eigenlijk een stukje theorie. Het voordeel is van een spiegelreflexcamera is dat je dus heel snel foto's kunt maken. Dus je hebt een veel kleinere ontspanningsvertraging. En dat is heel erg handig, zeker als je kijkt naar de Formule 1. Daar komen ze voorbij met een gangetje van 200 en dan moet er van alles gebeuren. Ze komen naar je toe en ze gaan weer van je af. Dus ja, dat wordt heel snel fotograferen, dus hele snelle sluitertijden. Dan denk je van, hoe doe ik dat in vredesnaam? Nou, dat zal ik je dadelijk allemaal laten zien. In de volgende filmpjes gaan we dat doen. Nog eventjes iets over de spiegelreflex. Spiegelreflex heeft het voordeel dat je allerlei verschillende lenzen erop kunt zetten. Je kunt er telelenzen op zetten, groothoeklenzen, macrolenzen. Maar je kunt echt tilt-shift lenzen, van alles kun je erop zetten. Daar kun je echt heel veel kun je ermee doen. Maar kun je ook heel veel geld aan kwijtraken. Als je naar lenzen kijkt, dan zie je het al. Een fisheye is een hele grote. Ja, je moet het mooi vinden. Ik zelf vind het niet zo mooi. Meestal, ik pak 16 of 17, 18 mm zo. En mijn camera die heeft 1855. Als je naar een fisheye lens gaat kijken, ik vind het dus niet mooi, zei ik al. Deze foto heb ik van het internet. Je ziet ook dat alles bol gaat staan. En ik vind het eigenlijk niet mooi. Dit is dan gedaan met een telelens. En dan kun je dus echt op de onderwerpen kun je dichterbij halen. Dit is in het kort en heel snel de verschillende camera's. En we gaan nu heel snel over naar waar het eigenlijk precies eigenlijk om gaat. Dat zijn wel de belangrijke dingen die je eigenlijk moet weten om een goede foto te kunnen maken. De foto wordt eigenlijk gemaakt op de sensor. De sensor is eigenlijk het hart van de machine. Daar wordt eigenlijk het beeld in opgenomen en een computertje die maakt er nullen en enen van en die slaat dat op jouw geheugenkaartje. Dat is best wel interessant eigenlijk, want je ziet ook al wel dat er ook heel veel verschillende formaten zijn. Je hebt full frame, APS-H, APS-C. Ik zelf fotografeer met een Nikon. En die hebben er dus een APS-C die erin zitten en die hebben dus, en de full frame zie ik al, is al een heel stuk groter. Zijn ze er nog groter? Ja, zeg ik dan. Ze zijn er ook nog groter. Als je naar het middenformaat kijkt, dan moet je eigenlijk kijken naar de Hasselblad en dat soort dingen. Maar dat zijn voor ons onbetaalbare camera's. APS-C zie je al daar staan. Dat is 15x6 bij 23,5 mm. Mooi.
Hier zie je ook een doorsnede van wat de camera eigenlijk een fullframe doet. De fullframe is eigenlijk hetzelfde formaat als wat je vroeger het filmpje had. En de APS-C, je ziet het al, hij is iets kleiner. En de compact, echte compacte camera's, die zijn nog iets kleiner. Zijn ze slechter? Nee, ze zijn niet slechter. Het is alleen zo dat fullframe is er nog. Die is er al een aantal jaren, maar hij is nog steeds behoorlijk aan de prijs. Is voor mij ook nog niet weggelegd. Maar je ziet ook al, de lenzen die je nou bij de APS-C camera's gebruikt, kun je dus niet gebruiken voor de fullframe camera's. Dus als je iets anders aan wilt schaffen, dan betekent het dus ook dat je andere lenzen aan moet schaffen. Ja, dan wordt het toch wel een hele prijzige toestand. Je ziet ook het lenzensysteem, dus ziet er ook heel anders uit. Als je het verschil ziet tussen een crop en een fullframe camera, dan zie je het al. De cropfactor van een Nikon is 1.5 en van Canon is 1.6. Dat betekent dus, als je dus een 300 mm erop zet, en in dit geval bij de Nikon is dat dus een factor van 1.5, dan zou dat dus betekenen dat je dus 450 mm erop hebt zitten. Dat is een behoorlijke deel in, zullen we maar zeggen. En als je dan een lens hebt van 50 mm, dan is dat dus in werkelijkheid, haal je 75 mm. Bij fullframe is dat weer anders. Dat is ook 300 mm, is gewoon 300 mm. En 50 mm is gewoon 50 mm. Je ziet het ook aan het rode kader. Het rode kader is ook dat het de fullframe eigenlijk veel meer beeld pakt. Als ik met een cropcamera hetzelfde plaatje zou willen maken, dan zou ik dus met mijn camera naar achter moeten lopen. En dan heb ik ook hetzelfde. Dat is maar net wat je wilt. Sensoren hadden we het over. De sensoren zitten pikkenpakken vol met beeldpuntjes. En elk puntje neemt dus een kleur aan. Dat wordt dan heel plat, heel makkelijk uit te leggen. En dat is best wel ingewikkeld. En dat doet hij echt best wel, tegenwoordig doen ze dat echt heel erg goed. Als ik naar het volgende plaatje kijk, het Engelse woord wordt ook vaak picture genoemd of pixel. Ik heb mijn naam van de internetsite heb ik ook pixelrob.nl genoemd. Vond ik wel grappig. Ik denk, nou ja, het hoort er gewoon helemaal bij. Je ziet wel eens het wedstrijdje van de megapixels. Nou, dat is echt een wedstrijd, dat is bijna niet meer bij te houden. Tegenwoordig, de camera's zijn echt wel best wel goed. Als ik de Nikon 7500 zie, die hebben ook al meer dan wat is dat, 21 megapixels of zo. Dus dat is heel veel. Je ziet het al, de afgelopen jaren zijn alle camerafabrikanten bezig geweest met een zogenaamde megapixel oorlog. Nou, de winnaar is nog steeds de Hasselblad. Met de 400 megapixel foto's. Dat zijn dus hele grote, wat je straks ook al zag in dat schermpje. Met al die formaten van de sensoren. Dat is dus heel erg groot. Maar ook heel erg duur. Sensoren, kunnen ze vervuilen? Ja. Dat kun je ook zien. Aan dat linkerplaatje zitten allemaal vlekken op. En rechts is die mooi schoon. Kunnen we dat zelf schoonmaken? Ja, ik doe het trouwens wel, moet ik zeggen. Ik heb goed gekeken hoe ze dat doen, maar echt, als je dit niet vertrouwt, moet je het niet doen. En als je dit plaatje, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar als je dus, dat gebeurt hoofdzakelijk bij lenswissels. En zeker als je lenzen gaat wisselen buiten. Ik raad dat ook af, doe dat niet. En zeker niet op een strand waar heel veel zand waait, zou ik niet doen. En hou je lenzen in elk geval schoon. Je kunt hier ook al op dat schermpje ook al zien dat er echt een vlek zit. Dat lijkt wel een olievlek. En er zit ook haren in en dat soort dingen. Nou, dat moet je natuurlijk niet willen. Want dat krijg je natuurlijk wel weer te zien op jouw foto, het eindresultaat. En dat ziet er gewoon allemaal heel belabberd uit. Dat is niet goed. Schoonmaken. Hoe doen we dat? Natuurlijk niet zo, hè. Dat gaan we niet doen zo. En dan is dit eigenlijk wel het eerste filmpje waar ik als inleiding wil doen. De volgende keer gaan we het hebben over RAW of JPEG. Daar heb ik een ontzettend mooi filmpje over.
wat de voordelen geeft van een RAW fotograferen en wat ook de voordelen zouden kunnen zijn om in JPEG te fotograferen. Maar ik zeg altijd maar zo, ik fotografeer altijd in RAW. Dat is het voordeel dat ik bepaal wat het eindresultaat wordt. En als je in JPEG gaat fotograferen, dat betekent dat je dus ook op een programmastand zit. Dan is dat eigenlijk de programmeur van, in dit geval, als ik op Nikon zou gebruiken, dan is dat de programmeur van Nikon die jouw foto eigenlijk maakt. Alleen jij maakt eigenlijk de compositie. Het is maar net wat je wilt. Dit was hem even zover. Heel kort, maar toch krachtig. Ging het te snel? Gewoon even overnieuw kijken. Geef het een duim. Word abonnee en er komt nog veel meer aan. Groetjes.